Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zin TV. Ik ken niemand die het op dit moment niet bezighoudt, de oorlog in de Oekraïne en vooral de verschrikkingen die er het gevolg van zijn voor honderdduizenden mensen. Daarom gaan wij het er ook over hebben bij Zin TV en we zijn heel blij met onze tafelgasten. Valeria Eigenraam, die al 20 jaar in het Gooi woont, maar afkomstig is uit de Oekraïne. En professor Dr. Helene Zorgdrager, die verbonden is aan de Protestantse Theologische Universiteit en ook iets met de Oekraïne heeft, maar dat zullen we zo meteen horen. We zijn heel blij met jullie rondom de situatie in Oekraïne te kunnen delen. En bij voorbaat dankbaar voor jullie komst. Valeria, welkom dus aan deze tafel. We kennen helaas allemaal de naam van de Oekraïnse stad waar jij vandaan komt. Zaporozhye. Ja. Kun je iets vertellen over die stad en over jouw leven destijds daar? Ja, dat is een grote stad in het zuiden van Oekraïne. Hij ligt aan de grote rivier Dnieper. Ja. Dat is een van de grootste rivieren in Europa, vergelijkbaar met de Rijn. Ja. En dat is een grote industriële stad. Hoe lang heb je er gewoond? Ja, ik heb daar gewoond. En hoe lang heb je daar gewoond? Hoe lang? Ja. Eigenlijk, ik ben in Rusland geboren, in Oeral. En ik, toen ik klein kind was, verhuisde ik met mijn ouders naar Oekraïne. Ja, okay. Ja. Ja, en ik woonde daar tot 2002. Aha. En in 2002 verhuisde ik naar Nederland, omdat ik ben naar mijn man. Voor de liefde, dat is mooi. Voor de liefde, ja. Ja. Met mijn zoon en met mijn kat. En ik woon hier gelukkig bijna 20 jaar. Ja, zo lang al, ja. Ja, 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 ja. 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 Hoe was je leven daar toen? Kun je daar een iets daar over, in Oekraïne, over vertellen? Ja, ja. Eigenlijk dat was prima leven. Ik heb daar technische HBO-opleiding gehad en ik werkte in een grote ziekenhuis als systeembeheerder en ik heb daar zoon gekregen en eigenlijk ik had veel vrienden en was een goed leven, maar daarna ik werd op Nederlandse man verliefd en ik moest verhuizen naar Nederland. Ja, hier wel een klein beetje andere wereld dan daar denk ik. Ja, Is het een mooie stad daar? Dat is een groene stad, een mooie rivier en vriendelijke mensen. Ja, dat was gezellig. Ja. Gezellig, ja. Ja. Moet jou heel veel pijn doen, denk ik, de situatie veel pijn. Zoals die nu is. Heel veel pijn. Ja, ja, ja. Ja. En heb je nu ook contact met mensen die daar wonen? Ja, ik heb contact met mijn vrienden, omdat mijn ouders overleden. Dus ik heb daar alleen vrienden, maar die vrienden als mijn familie. En mijn ochtend begint dat om 5 uur we gaan bellen en vragen en berichten schrijven. Leven jullie nog? Hoe gaat het met jullie? Daarna 's middags en daarna 's avonds. Dat is onze gewoonte, dat klinkt raar, maar sorry, ik moet heel emotioneel maken. Ja, natuurlijk, ja. En gelukkig, tot nu iedereen is in veilig en bijna alle mijn vrienden op de vlucht naar Polen of naar west van de land of naar Nederland. Bij mij thuis wonen ook twee Oekraïnse vrouwen. Ja. En we verwachten nog meer mensen. En, maar ook alle mijn vrienden, mannen, ze blijven daar om te vechten. Ja, ja, En ze organiseren daar als burgerlijk burgerhulp, zeg maar? Precies. Ja. En ze doen alles om gewone leven in de stad. Zoveel mogelijk. Ja, ja. Ze moeten ook brood bakken. Ze moeten alles organiseren. Ook alles doen. Ja, het leven moet om gewoon leven moet, ja. Ja, 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 ja. Ja, sorry, ik ben heel emotioneel. Nee, dat is ook logisch. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, het is al super dat je hier aan tafel ook met ons wil delen. Dat is heel moeilijk voor vrouwen van deze mannen, omdat ze zijn onrustig over familie en ook mijn vriendinnen, ze moesten daar oude
ouders laten, omdat oude mensen, ja, ze willen niet naar of naar Polen of naar Nederland en ze kunnen niet. Als iemand is die 85 jaar en ze kunnen gewoon niet. Ja. Wordt er ook voor hen gezorgd dan, in diezelfde burgerhulp, zeg maar? Dus, maar dat is in Kharkov bijvoorbeeld, dat is onmogelijk, omdat alles is verwoest. Maar in mijn stad wel. En Oekraïnse mensen, dat Helene weet, dat we helpen elkaar. En dat is ook bizar dat nu onze volk is echt, we staan zo bij elkaar. Ja. Had je het verwacht op de een of andere manier? Ja. Of kwam het totaal als een verrassing eigenlijk? Dat is 24 februari, de datum eigenlijk. We hoorden op nieuws dat zoiets kan gebeuren. Maar ik heb met mijn vrienden en met iedereen gesproken en zeggen: nee, dat komt zeker niet. En ze zijn zelf op vakantie geweest en ook nieuwe huis gekocht. En dat is gewoon hun leven opbouwen. En, dus en het op komt ook echt als een verrassing toch eigenlijk? Ja, dat is echt verrassing. En het 24, dat was donderdag en om 7 uur 's ochtends, mijn man kwam naar mij toe en zei: hoe gaat het? Hij zei: oorlog. En dat was en sinds dat dit is andere. Ja. Andere, andere leven. Werkelijkheid. Ja. Was het nou voor iedereen een verrassing, Helene? Dat het zo erg kon worden, dat heb ik niet verwacht. En ook mijn vrienden en collega's in Oekraïne niet. Het heeft ook de wereld verrast eigenlijk. Het heeft de wereld verrast, maar wel, zeggen ze al 8 jaar sinds de oorlog in de Donbass, zeggen ze al wel voortdurend: Rusland is niet klaar, er gaat wat gebeuren. Mm-hmm. Wij zijn de hele tijd alert en Oekraïne heeft natuurlijk ook aan de verdediging gewerkt. Dus ze zijn niet naïef geweest. Nee. Maar dat het zo'n massale invasie en echt een veroveringsoorlog en een vernietigingsoorlog zou worden, dat heeft niemand kunnen denken. Ook van een zo groot land, hè? Dat is niet bepaald een klein land. En ook dat het dus echt zou gaan gebeuren, dat verwacht je dan toch eigenlijk niet eigenlijk. Ook ondanks de waarschuwingen die er internationaal klonken, toch in de weken voor, was het toch... De dreiging nam toe, maar het werd ook telkens weer gesproken. Het was een shock voor iedereen. Ik ben er ook verschrikkelijk emotioneel onder en sinds die tijd ben ik alleen maar rusteloos, gespannen. Mijn gedachten zijn daar, mijn voelsprieten zijn in Oekraïne en dagelijks contact met de mensen is daar. Of met Oekraïners die al in Nederland zijn. Ja. Nou, het is verschrikkelijk. Onlangs schreef de Russische schrijfster Gruzel Yagina in de NRC een open brief aan haar landgenoten. En dan schrijft ze onder andere: de tijd is aangebroken voor simpele waarheden. Het keer op keer herhalen, geen oorlog. Vrede aan de wereld. Zou dat helpen, denk je, van zo'n Russische schrijfster, een open brief aan haar landgenoten? Ja, denk ik wel. Maar ze zeggen dat is geen oorlog. Dat in Oekraïne is geen oorlog. Ze noemen dat actie. Speciale militaire operatie. En mensen geloven niet, in Rusland, mensen geloven niet dat is zo verschrikkelijk. Dat is echt de oorlog. Zo wordt dat voorgehouden, ja. Mm-hmm. Ja. En nu kijken we ook op af en toe Russische televisie en ook heel veel... beroemde regisseurs, schrijvers, ze proberen zeggen dat en vertellen wat is. Dat is echt oorlog. Ja. Ik hoop dat helpt en mensen beginnen luisteren, maar dat is moeilijk. Ja. Je hebt zelf inmiddels een manier gevonden om wat te doen aan je gevoel van machteloosheid rondom de situatie. Kun je iets vertellen over wat je hebt gedaan? Ik ben zo blij met de organisatie De Groene Ruiter. En dat is geweldige mensen. Vertel even, wat is de hulpactie? Ze begonnen spullen verzamelen hier in Bilsum. Op de hoek de Ruiterlaan en Piet Heinlaan. Ja, precies. Daar op de hoek. Daar kun je het vinden. En dat Nederlanders, geweldige mensen. We hebben zoveel spullen verzameld. En samen we hebben volgens mij 11 grote vrachtwagen. Maar mijn vrienden, Oekraïnse vrienden, ik en de Groene Ruiter, we hebben samen 8 grote vrachtwagens geregeld. Ja. Ik was als coördinator tussen Oekraïnse vrachtwagenchauffeur en de Groene Ruiter. Oké.
Ja, maar was je al bekend dan met de Groene Ruiter of dat niet? Nee, dat was. Ik kwam naartoe mijn spullen brengen en ik zie dat is zoveel en ze hebben geen transport naar Oekraïne. Dus ik denk, we moeten iets doen, ik moet iets doen. En ik wist dat langs A1 op parkeerplaats stonden Oekraïnse en Russische vrachtwagen. En ze konden nergens naartoe. Dus ik heb met mijn auto langs A1 gereden en ik heb je hebt het geregeld. Geregeld, ja. En daarna nog 8 jaar. En zou je zelf naar de grens van Oekraïne willen of blijf je liever hier? Nee, ik blijf hier, maar... Dat is een bewuste keuze om niet daar naartoe te gaan? Ja, omdat ik denk, ik kan hier meer doen en meer helpen dan daar. Daar zitten heel veel mensen, heel veel vrijwilligers die helpen en met mensen. En ik wil graag hier helpen. Ja, precies. Ja, hoe kunnen we hier nou het beste helpen, vind je? Eerst, we moeten Oekraïne doorgaan met ondersteunen van Oekraïne. Ook met... goederen naartoe sturen en ook mensen die komen hier, vluchtelingen. We moeten ook helpen. Mm-hmm. Ja. Omdat Oekraïne vecht niet alleen voor zichzelf, ze vechten daarvoor heel Europa en voor ons allemaal. Omdat we weten niet wie is volgende. Nee, dus alle mensen die moeten vluchten verdienen onze steun. We moeten dit onderdeel van het gesprek alweer een klein beetje gaan afronden en dan gaan we luisteren naar muziek. Toch nog even. Het Chassidische Jodendom heeft als geboortegrond eigenlijk Oekraïne. Ik kwam tegen in het boekje, vraag het de rabbi. Als de rabbi Moshe een mens zag lijden, leed hij met hem mee tot deze genas. Men vroeg hem, hoe kunt u zoveel leed van anderen verdragen? Hoezo leed van anderen, zei hij. Het leed van de ander is toch ook mijn leed? Mm-hmm. Ja, kunnen wij al het leed van de wereld op ons nemen? Nou, mensen zijn tot heel wat in staat, denk ik. Ja, sowieso. Zeker onder deze precies druk. Ook, hè? Ja. In ieder geval voor Oekraïne. Ja. Zoveel mogelijk, hè. Ja. Graag. Ja, heel graag. Ja, dankjewel. Ja. Hartelijk dank voor je bijdrage tot dusver aan dit gesprek. We gaan nu luisteren naar muziek door het duo Ranzijn en Van Stralen. Thank you.
Wow. Dat was mooie lichte muziek en dat kunnen we wel gebruiken bij dit zware onderwerp. Helene, we tutoyeren, want we kennen elkaar wat langer. En ik weet wat je doet, maar ik ga het toch even voorlezen, want het is een hele mond vol. Je bent persoonlijk hoogleraar systematische theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. En daarnaast ben je gasthoogleraar aan de Oekraïns-Katholieke Universiteit in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. Kun je vertellen hoe je daarbij betrokken bent geraakt? Want het is niet per se logisch volgens mij voor een Nederlands hoogleraar om in Oekraïne terecht te komen. Nee. Maar ik ben in 2005 naar Lviv uitgezonden door Kerk in Actie als docent aan een ecumenisch instituut om vanuit Nederland meer ook theologische verbindingen met Oekraïne te krijgen en met de kerken in Oekraïne. En Kerk in Actie had toen ook veel projecten in Oekraïne, diaconale projecten, humanitaire projecten. En ik was ook een uitgezonden, vooruitgeschoven post om vanuit Lviv ook met die projectpartners contact te houden. En ik heb zodoende ook het land goed leren kennen, de mensen leren kennen. Was je de eerste op die plek dan? En ik was de eerste op die... Ja. En na mij is er ook niet meer iemand gekomen, want eigenlijk heb ik die plek ook een beetje bezet gehouden. Oh, want ja. Toen ik aan de Protestantse Theologische Universiteit kwam te werken, heb ik het gewoon volgehouden. Ben ik enkele maanden per jaar naar Oekraïne gegaan en heb daar mijn werk gedaan, lesgegeven en het was dus niet alleen lesgeven, maar ook het was theologisch lesgeven en werken aan de ecumene, dus bruggen bouwen tussen kerken en tussen West en Oost en zo. En het was diaconale projecten ondersteunen, dus in een jeugdgevangenis of een christelijke uitgeverij of een bijbelvertaling voor de Krim. Tataren. Dus allerlei projecten heb ik daar ook gesteund. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat vanuit Nederland ondersteund werd? Konden ze dat niet zelf? Dat was heel belangrijk. Nou ja, alleen om de financiële middelen al. Maar ook om op die manier samen te werken. Ja. En Oekraïners zijn enorm creatief en enorm intelligent en kunnen heel veel zelf. Ja, dus wij echt waar. Ja. Echt waar. Ja, ze kunnen ook op allerlei manieren gewoon improviseren. Ja. Met heel weinig dingen heel veel doen. Ja. Dus dat hoeven wij niet te doen. Maar wat wij konden doen was laten weten dat we meewerken en dat ook ons het land ter harte gaat. Mm. En dat wij ook de hervormingen die op allerlei manieren vanaf 2005, dat was de Oranje Revolutie, die toen begonnen in Oekraïne, dus een eigen koers varen, hervormingen, het opbouwen van een democratie, het opbouwen van een rechtsstaat. En hoe wij daar ook als kerken vanuit Nederland bij betrokken willen zijn. Ja, mooi. En je zei, ik heb die plek een beetje bezet gehouden. Dus dat wil zeggen, denk ik, dat je ook heel erg betrokken bent gaan voelen. Dat je niet alleen taak hebt uitgevoerd, maar ook wat met het land gekregen hebt, klopt dat? Ja, ik heb heel veel met het land gekregen. En ik niet alleen, dus ik heb die plek inderdaad min of meer wat bezet gehouden. Ook toen ik niet meer in dienst was bij Kerk in Actie. Maar ik heb daarna ook de Protestantse Theologische Universiteit in een partnerschap gebracht met de Oekraïnse Katholieke Universiteit. Zodat er meer collega's van mij daar naartoe geweest zijn en wij collega's uit Oekraïne ontvangen hebben die bij ons lesgeven. Studentenuitwisselingen zijn er geweest. Dus ik heb geprobeerd om het ook te verbreden en de kennis en de betrokkenheid te delen. Ja. Ja. Dat is nu een soort community uit ontstaan, zeg maar, of een leergemeenschap? Een vriendschap. Dus het gaat verder dan zakelijk partnerschap. Het is een vriendschap. En dat is nu zo enorm belangrijk dat deze vriendschappelijke banden er zijn. Nou, maar zelfs toen de oorlog uitbrak, begreep ik op Facebook, plaatste je toen meteen het volkslied ook, toch? Van Oekraïne. Ik zou niet zeggen zelfs, maar juist vanuit jouw betrekking. Nou ja, juist, ja. Dus toen ik inderdaad die donderdagochtend... het bericht hoorde, kon ik alleen maar huilen. Ik had echt geen woorden, ik kon alleen maar huilen. Ja. Alleen, zoveel band. In een split second realiseer je wat voor verschrikkelijks er nu staat te gebeuren. Mm-hmm. En toch wou ik mijn betrokkenheid
tonen mm-hmm. en gewoon onmiddellijk contact zien te maken met de mensen daar, de vrienden daar. Ja. En toen dacht ik, ja, het volkslied. Als het moeilijk is, dan zingen de Oekraïners hun volkslied. Ja? Ja. In ja. alle moeilijke momenten van hun geschiedenis, en het zijn er heel veel geweest, dan zingen ze het volkslied. Ja, ja. En dat begint met de woorden, nog is Oekraïne niet gestorven. Ja, ja. Haar glorie niet en haar vrijheid niet. Ja. En, maar als vrede zou zijn, dan zou je daar willen wonen ook, denk ik. Ik heb wel eens gedacht over het tweede huis in Oekraïne. Ja, ja. Lviv is een hele mooie stad, het dus, weet ik zelf ook. Het is een prachtige stad. Je bent heel betrokken. Je hebt meegewerkt aan het ontstaan van een leergemeenschap die ook een vriendengemeenschap is, die nu ook heel erg van belang is. Hoe beoordeel je de situatie nu en hoe kijk je zeg maar vooruit naar de toekomst van die gemeenschap waar jij zo je best voor hebt gedaan? Blijft dat bestaan? Of, Dat blijft zeker bestaan, ja? Okay. Want waar mensen mee lijden, daar leid je mee, daar ben je erbij. Ja. Wat je ook kan doen, maar niemand kan in de toekomst kijken, dus wat dit betekent, dat kan gewoon niemand zeggen. We gaan van dag tot dag, we zorgen dat mensen die hier naartoe willen komen, kunnen komen. We zitten erover te denken om speciale beurzen beschikbaar te stellen voor studenten en collega's van de universiteit, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. Oh, ja. Okay. We zijn als universiteit een actie begonnen, zodat de studenten van die universiteit, die nu ook alleen maar humanitaire hulpverlening doen, al die vluchtelingen die in Lviv komen, die helpen zij, daar zorgen zij voor. Wij willen hen in staat stellen om dat werk te doen. Mm-hmm. Ja. Maar is de geschiedenis voor goed veranderd, denk je? Ook voor Europa? Maakt de inval van Rusland dat de banden die met het Westen zijn opgebouwd, daardoor weer worden verbroken? Of, dat zou het Russische regime heel graag zien. Ja. En juist daarom moeten we zorgen dat dat niet gebeurt, maar dat die banden eerder nog sterker worden. Want ik ben het helemaal met jou eens, Valeria. De waarden waarvoor Oekraïne nu het land verdedigt, dat zijn de waarden van Europa. Dat is vrijheid, dat is menselijke waardigheid, dat is solidariteit. Ja. En dat zijn de waarden die ze hebben geprobeerd op te bouwen in de samenleving, van waaruit ze een samenleving willen opbouwen. Ja, in die zin heeft ook direct met Europa te maken, ook met wat er nu gebeurt. De strijd die daar gestreden wordt, dat is onze strijd. Ja, precies. Dus wij kunnen niet zeggen, wij staan aan de kant en wij helpen jullie wel als je hier naartoe komt. Maar wij moeten gewoon met alle middelen ook echt daar helpen om die verdediging te voeren. De banden in stand houden in het land zelf, zodat de waarden blijvend worden ondersteund en beschermd, zeg maar. Die ook nog heel kwetsbaar zijn, denk ik. Die kwetsbaar zijn, niet alleen in Oekraïne, maar ook in Europa. Hè. We denken stevig geworteld is, maar we zien hoe kwetsbaar alles is, hoe fragiel het ineens kan zijn en dat de wereldorde ineens kan verschuiven. Ja. Wat we nu moeten doen is, jij zei van de waarheid is simpel. En ik denk wat we moeten doen is, behalve bidden en heel concreet helpen, is ook de waarheid spreken. Ja, ja. Gewoon de waarheid spreken, de dingen benoemen zoals ze zijn. En het is niet een confrontatie van Oekraïne en Rusland of een conflict tussen twee landen. Het is een oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Van twee wereldorden zou je kunnen zeggen, of van twee manieren van leven? Of, een imperialistische oorlog tegen een buurland, waarbij de soevereiniteit van een ander land, de internationale rechtsorde, wordt geschonden. Ja, dat is onvoorstelbaar. En is het tegen een andere orde? Nou, het is allereerst om gewoon de oude Sovjet-Unie en een groot Russisch Rijk te herstellen en te ontkennen dat Oekraïne een eigen koers mag varen. Ja. Ja. Misschien is het een te grote vraag hoor, maar ik vind het vreemd dat er in de ontwikkeling na de val van het IJzeren Gordijn niet een Rusland is ontstaan dat ook mee wil in die ontwikkeling van meer rechtsbescherming voor burgers, meer democratie, meer zou willen aansluiten zeg maar bij het... Is niet gebeurd. Ja, nee, dat is niet gebeurd. Nee. Maar snap jij waarom dat zo is?
Waarom, kijk, in de Oekraïne is dat wel zo, men wil duidelijk aansluiten, maar ja. waarom is dat in ja. Rusland niet zo? Ja. Ja, nee, dat is een hele, hele goede vraag, waarom dat in Rusland niet gebeurd ja. is. Maar wat zou een hoogleraar dan antwoorden? Nou, dan antwoord ik allereerst dat Oekraïne altijd een geschiedenis heeft gekend, veel meer van burgerschap en burgerlijke vrijheid. Een deel van Oekraïne is altijd deel geweest van Polen of het Habsburgse Rijk ja. En niet van het Tsarenrijk. Ja, dus ze hebben daar burgerlijke waarden van vrijheid en verantwoordelijkheid, die zijn daar geworteld gebleven. En ook in de kerken, ook in de religie, in het geloof van de mensen. Dus dat is al een soort bron van verzet, waardoor Oekraïne veel meer ervoor gevochten heeft om zich aan het Sovjet-verleden te ontworstelen. Ja. Maar in Rusland dat zijn die mensen er ook, maar ze zijn in een minderheid en sinds Poetin aan het bewind is, worden ze enorm onderdrukt. En dat kunnen wij ons niet eens voorstellen hoe groot die onderdrukking is. Ja. Nu laat de dictatuur helemaal haar gezicht zien, maar eigenlijk is dat al 15 jaar gaande. Nee, het is al lang gaande natuurlijk. Ja. Ja, maar is er dan nog wel hoop voor Rusland? Land, zullen we maar zeggen, dat dat ooit een land wordt dat aansluit bij de wereldorde? Weet je wat mijn Russische vrienden al jaren zeggen? Hoe gaat dit eindigen? Rusland implodeert. Implodeert. Okay. Dus deze macht komt alleen door een implosie ten einde, een zelfvernietiging. Mm-hmm. De vraag is alleen wie worden allemaal meegetrokken in die zelfvernietiging. Mm-hmm. Dus ik zie het echt somber in. Ik heb hoop en ik. Heb je ingeschat dan eigenlijk, denk je? Heeft Poetin zich. Wij zijn toch wel wat naïef geweest over Poetin. Dat we dachten dat we konden praten met een ex-KGB'er. Daar moet je niet mee praten. Nee. Dus we hebben geprobeerd op andere manieren Poetin tevreden te houden. We zien dat niet werkt. Ja. En ik weet dat het Oekraïense volk zal overwinnen, maar de vraag is tegen welke prijs. Ja, ja. Zeker. Jij doet er in ieder geval ook alles aan om hen te helpen. Daar vertelde je net al wat over. We vroegen Valeria ook, wat kunnen wij doen? Wat kunnen mensen doen? Heb je ook een advies voor hoe mensen hulp kunnen bieden aan Oekraïne? Ik vraag me dat wel eens af. Ik heb dagelijks contact met een vriend in de Oekraïne, maar wat kan ik verder dan nog doen dan storten op Giro 555? Bidden, helpen. Ja. De waarheid spreken. Ja, dus al die verhalen, cool. Ook die kleine verhalen die nu loskomen van getuigenissen van geweld en vernietiging. Die willen luisteren en verder brengen. Maar geven we genoeg steun dan, vind je, Valeria? Geeft Nederland genoeg steun aan Oekraïne? Ja. Maar we moeten niet stoppen, we moeten doorgaan. Ja, oké. Maar zoals nu is. Gaat wel goed. Nederland helpt heel goed, denk ik. Ja, En de politieke lobby gaande houden in de internationale wereld. Dat niet inslaat. En ook zelf offers willen brengen. Want dit vraagt van ons ook offers met de gasprijs en de benzineprijs. En die moeten we ook willen brengen en eerlijk de pijn verdelen onder ons. Ja. Maar en dat is wel helder in ieder geval. Ja. Dank voor jullie komst en voor de adviezen nu ook. Wij gaan nog even luisteren naar het duo Ranzijn en Van Stralen, die ons weer met wat lichte jazzmuziek gaan plezieren, begrijp ik.
Valeria Eigenraam en professor Helene Zorgdrager, hartelijk dank voor jullie deelname aan het gesprek hier, aan deze tafel, aan alles wat jullie wilden delen. Hebben we heel veel kunnen horen over jullie betrokkenheid en we hopen en bidden dat het dan toch ook op de een of andere manier toch weer op een goede manier enigszins zal kunnen worden opgelost, daar de situatie in Oekraïne. Hartelijk dank in ieder geval voor wat jullie wilden inbrengen aan deze tafel. En heel veel succes verder bij alles wat jullie ook nog verder zullen kunnen doen. U thuis ook bedankt voor het kijken. We zijn er weer op 13 april aanstaande. En we hopen dan toch ook weer er te kunnen zijn in een wereld met een klein beetje meer vrede. Dag.